De acties van de medische zending zijn met ingang van vandaag verscherpt. Er zijn nog geen inzichten wanneer de salarissen zullen worden uitbetaald. Dit zei Roy Haverkamp, voorzitter van de medische zending werknemersorganisatie MZWO, vanmorgen nadat de werknemers de werkzaamheden hadden gestaakt. De situatie is nog steeds hetzelfde in die zin dat er tot op dit moment geen enkele bericht is gekomen dat er geld zal worden overgemaakt op de rekening van MZ. Er is er wel een reactie gekomen. Ik heb namelijk vernomen dat de voorzitter van de assemblee een mail heeft gestuurd naar de directeur om aan te geven dat ze die brieven heeft gezien en dat het haar aandacht heeft en ze aandacht aan zal schenken aan deze zaak. Anders hebben we van niemand anders begrepen dat er reactie is. Niet van volksgezondheid, niet van financiën, alleen van de voorzitter van de Nationale Assemblee. Omtrent de gewijzigde werksituatie zei de voorzitter dat er geen sit-down actie meer is, maar dat er besloten is om halve dagen te werken. We hebben gisteren een ander actiemodel afgesproken, dat de mensen werken van 7 tot 11 uur. Daarna komen we bij elkaar om te beraadslagen en dan gaan de mensen naar huis. En dat is nu, we hebben al afgestemd voor morgen en de mensen gaan nu naar huis en komen morgenochtend terug. We zijn bezig om na te gaan om een afspraak te maken met de voorzitter van de Nationale Assemblee. Ze zit nu in de vergadering, dus het secretariaat gaat terugbellen om ons aan te geven. Dan willen we morgen een petitie aan haar onder overhandigen om aan te geven wat eigenlijk de ernst van de zaak is voor ons. Aldus Roy Haverkamp, voorzitter bij de medische zending werknemersorganisatie MZWO. Hij sprak vanmorgen na de actie van de werknemers om een halve dag te werken. Er is tot nu toe geen zicht op de overmaking door de regering van gelden voor de medische zending.